Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tien de Remers. En ja, we gaan weer vandaag een toffe dag maken. Even nieuws over Cassie op? Nee. Nog altijd negatief. Dat betekent dat hem nog altijd niet terecht is, want ik heb juist alle nieuwswebsites nog eens even doorlopen. En niks terug te vinden. Dan ga ik heel snel mijn kabas moeten klaarmaken. En eens kijken ook als ik mijn powerbank bij heb, want mijn batterij is plat. Ik heb vergeten deze nacht in te steken. Doe me toch. Ik was te zeggen soms, dat kan gebeuren. Ik heb nog niks gezien. Want het moet rood eruit zien. Allee, ik zie jullie allemaal straks. Oh, hier bij mijn ouders thuis aangekomen. Ga ik mijn eten ophalen. En ja, ik heb gedaan met werken. Oh, vandaag was het rustig werken op mijn werk. Ja, ik heb weer kartonnen dozen moeten kapot snijden. En ook in de container moeten gooien. Helpen kappen, noem maar op. Dat is weer een heftige weidag geweest. Morgen is het iets wat rustiger, want de meeste karton is er nu ook al erdoor. En het ziet er niet meer goed uit, ook voor mij niet. Dus het kan zijn dat ik volgende week moet gaan. Top, werk. Oh. Allee, tot ziens, yo. Kijk, ja, jullie hebben misschien al opgemerkt op mijn YouTube-kanaal dat er nog altijd geen nieuwe filmpje is geüpload omtrent Castiop. Mensen blijven telen, hè. Dus elke dag, elke seconde, elke minuut is één seconde te veel in het leven. En ik ga de studio is heel groot maken van mij. Voilà. Welkom in de grootste studio ter wereld. Ik heb de ganse wereld nu. Nee hoor, zat. Zot, zei je nu, zot. Nee, dus het gaat ook maar een kleine vlog zijn vandaag. Ik ga zelfs nog naar Bea toe. Ik ga zelfs ook nog spaghetti eten, maar nu ga ik nog niet eten, omwille van, ik heb pas om 3 uur gegeten en het is nu nog maar 5 uur, dus er zijn nog maar 2 uurtjes ertussen en dat vind ik gewoon te kort om al nu al te eten. Ik heb nog geen honger. Dat is, ja, dat gaat pas rond een uur of 7, nee, pak, ja, 8, 9 zijn dat ik pas dan honger begin te krijgen. Dus daarom, ja, dat zijn niet zo goede uren in die bedrijf. Maar het ziet er ook niet goed uit. Het werk begint ook weer al te minderen. Want ik heb zelfs gehoord dat Duitsland de leveringen ook al beginnen om wat achter te houden. Dat is niet goed. Allemaal corona, corona dit, corona dat. En we kunnen ons werk niet doen. Jammer bij deze. Ik ga nog even rusten. Ik heb een heel mooi filmpje gevonden. Waar je nog eens kan meeleuren. Jawel. Jullie zullen het ook wel kennen. Als jullie dit al horen, wat denken aan jullie? Introducing the Benga Bremen. Up and down and up and down and up and down and up. And down. Up and now. Up and down. Up and down and up and down and up and down and up and down. Up and down.
Up and down and 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 up and down. Van de Ringerboys. Ja, dus mensen, ik ben nu dus terug naar mijn thuis aan het rijden, dus ik ga niet te veel meer mee lurien. Het begint ook wel moe te worden en het is ook weer al regenachtig weer, man. Toen ik even bij Bea was, hè. Oh man, jong, dan was het goed aan het gieten, jong. Aha. Amai. Met zo'n gladig weer zo snel rijden, amai, dat doe ik toch niet hoor. En ja, ik ga ook met het slechte nieuws ook weer al slapen. Er is dus weer al een dag voorbij gegaan zonder dat we iets meer informatie weten over Castillo. Blijf het delen, hè mensen. Blijf het delen, blijf het delen, blijf het delen. Echt waar, jullie helpen echt de familieleden en de vrienden daarmee, hoor. Echt waar. Dat zeg ik u maar. Dus, wat ga ik nu nog doen? Ik ga nog naar de echte job kijken, wat nu op VTM bezig is. Waar ik nu niet naar het kijken ben, omdat ik naar huis aan het rijden ben. Want om 9 uur moet ik het moeilijk huis daar verlaten en dat doe ik dan ook, dus ik respecteer ook de regels. Wat betreft, ik heb gehoord dat niet alleen Ierland al in lockdown is, maar dan ook nog een keer Frankrijk. Frankrijk is nu de tweede land, eigenlijk in wereldwijd, dat in lockdown gaat. Bij deze. En het heeft precies wel overal goed geregend. Opgelet en geblazen, want het kan nu ook echt heel gladig zijn. Holy shit, man. Hier ligt veel water. Hier ligt echt massas veel water. Holy shit. Was zo'n plas. Ja, oh, dat gaan we ook eens moeten doen, hè. Ik wil dus ook zo, als zo iemand aan het rijden is, dat hij eens door een plas water rijdt, dat hij zo over mij komt. Oh ja, dat wil ik wel eens doen. Kan dus iemand daar werkelijkheid maken voor mij? Dat is maar een klein vraagje, hè. Holy shit, man, hier liggen veel bladeren. En ook als je over bladeren rijdt, dat kan gladig zijn, hè. Let daarop. Nee, dat zat dan ook niet. Oké, dat is daar heel goed opgelost. We hadden daar jaren aan een stuk dat het daar gewoon blank staat onder die brug. En het is eindelijk blijkbaar goed opgelost. Goed gedaan, Alke. Blauw duimpje in de mond voor Alke! Maar ja, bij deze ga ik wel richting mijn appartementje aan het komen. Lop. Even opnieuw. Ik ben nu, stel ik eens af aan het komen bij mijn appartementje. Bij deze. Word ik dan opnieuw gegijzeld door de regen, door de wind? Ik weet het niet. Dat gaan we zo meteen zien.
nu toe valt het nog altijd mee qua regen. Qua regenlaag. Ben ik op tijd betrokken bij mijn schatje? Ja of nee? En ik denk het wel. Bij deze, ik ga jullie ook laten. Ik ben echt nog aan het denken wat kan ik nog allemaal gaan doen met Psycho TV. Laat het hieronder ook nog altijd weten in de reacties. De ideeën zijn nog altijd welkom. Hè. Als je een heel leuke idee hebt van te zeggen van ja, kijk, ik wil Psycho TV wel helpen. Doe het dan ook gerust. Stuur mij gerust een e-mailje naar info@psychotv.be en alles komt dan wel in orde. Ik zal dat dan ook dan wel beantwoorden. Binnen de 48 uur heb je altijd een antwoord bij deze. Dankjewel en ik zie jullie allemaal morgen weer al fris en wel. Vergeet zeker en vast niet op het blauw duimpje te drukken. Dus echt waar, niet vergeten hè. Niet vergeten, vergeet dat niet op het blauw duimpje. Heb je het al gedaan? Heb je het gedaan? Dankjewel. Oké. Zijn je een niet-abonnee van Psycho TV? Klik dan hier onderaan op de abonneerknop. Het is volledig gratis. Wat ik ook al heb gezien, is dat er nog altijd meer dan de helft van mijn kijkers niet geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal. Ah wel, abonneer u. Ga naar Google toe. Als je nog geen YouTube-account hebt, ga dan naar YouTube toe. Maak daar een accountje aan. Of ga naar Google, maak je daar een accountje aan. Want Google is ook gekoppeld aan YouTube. En als je dat gedaan hebt, klik dan hier onderaan op de abonneerknop. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe video online komt. En als je nog verder op de hoogte wilt gehouden worden met jouw account, klik dan op het belletje. Daar blijven jullie nog verder op de hoogte gehouden. Want dan krijgen jullie een melding wanneer dat er een nieuwe vlog is online is gekomen. Ik probeer mijn uploadstrijk niet te verliezen. Dus bij deze wil ik er echt elke dag ervoor zijn. Om 7 uur. Dat er echt altijd om 7 uur 's avonds een vlog online komt. Dat is mij ook nog altijd heel goed aan het lukken. En ook nog iets heel leuks. Zet dat in uw agenda op 6 november. 6 november. Dat is volgende week vrijdag. Dus nu vrijdag niet, maar volgende week vrijdag. Ga ik een livestream doen van, luister goed, 19 uur tot en met 21 uur. Wat staat er allemaal op de planning? Een hele grote Q&A. Dus jullie mogen dan heel veel vragen stellen aan mij, Bea. Ik wou het jammer dat het in deze tijden valt van corona. Ik vind het echt heel jammer, want ik heb het echt heel mooi uitgedokterd. Hoe ik het echt voor me zag, hoe ik het ook wou doen. Dat is ook dus via de livestream ook dan Chris erbij betrekken. Dat ook Chris dan eens in beeld komt. Ja, en dat gaat dus allemaal niet. Allemaal van, het is niet toegestaan. En ja, ik respecteer ook de regels. Dus als het niet mag, mag het niet. Dus dan ga ik ook nog de Q... dus in die livestream komt dat dus ook een Q&A. Dan, waar je daar ook nog op de planning staan, is dat ik ook nog naar mijn oude filmpjes ga kijken. Van vlog nummer 1 tot en met 1000. Niet continu aan één stuk door, want dat haal ik niet in mijn 2 uren tijd. Haal ik daar eens eentje uit. Bijvoorbeeld vlog nummer 195 of 396 of 555 of 669. Noem maar op. Dus daar ga ik dan ook dan wat commentaar op geven en kijken ook hoe de kijkers daarvan, wat ze daar ook van vinden. Dus daar ook de navragen toe naar de kijkers toe wil ik ook doen. Dus jullie kunnen dan best, als jullie willen meedoen met deze livestream van 2 uur, hier onderaan in de beschrijving staat ook een Discord link. Klik op die Discord link.
En dan kom je integraal in de Roelskanaal. Dan moet je gewoon geduld hebben tot er een van de moderatoren jou een rol geeft. Dus zo gelijk psycho-leden. Dus je begint altijd van onderaan de trap, psycho-leden. En jullie kunnen dan zo hogerop klimmen. Een heel mooi systeem op Discord bij Psycho TV. Echt waar. Excuseer, ja, ik ben moe. Dus dan kunnen jullie dan, als jullie dan op Discord zijn, kunnen jullie dan ook integraal naar de spraakkanaal komen. Tijdens deze livestream. En daarna, na deze livestream, zit het erop, hè. Mijn 1000ste vlog komt er heel stilletjes op aan. Het zijn coronatijden. Ik ga kijken wat ik kan doen als ik een 1500ste vlog heb. Dus dat is wel 500 dagen wel later. Dat is meer dan een jaar. Ik vind het wel jammer dat het dan zo moet gaan gebeuren als ik iets wil leuks doen, echt iets heel speciaals. Ik heb het ook heel anders gewild, kijkers en fans. Maar die livestream gaat er sowieso wel komen. Dat we dan ook zo naar alle filmpjes kunnen kijken en misschien eens 10 minuten of een kwartiertje of misschien 20 minuutjes met elkaar kunnen ook gaan gamen. Wel om een old school game. Mensen, ik heb het aan de apparaat gekregen. Amigos of zoiets. Of hoe dat ook noemt. Die hele populaire spel waar momenteel Fortnite aan het voorbij aan het steken is. Je moet daar blijkbaar de boel supporteren. Maar ze moeten het mij wel nog wel een klein beetje verder beginnen dan uit te leggen. Maar ik heb goed nieuws, het marcheert op mijn computer. Dus ik kan er dan daar ook dan beelden van opnemen. En die dan ook weer al in mijn vlog steken van mijn 1000ste vlog. Denk daaraan, mijn 1000ste vlog. Die gaat jammer genoeg niet 5 minuten duren, 10 minuten duren, een half uur duren. Als ik nee blijf knikken, dat betekent dat het een foute antwoord is. Een uur, 2 uur, misschien tot 3 uur lang. De langste vlog wat ik ooit ga maken misschien in mijn leven. 3 uur lang. Want, jullie moeten denken, de 2 uur livestream gaat erin komen in die vlog. Daarna, wat ik ook nog gedaan heb overdag. Voor mijn 1000ste vlog. Want ik ga dan ook misschien nog iets leuks doen. Als het mag. Als het niet mag, dus als het alleen maar zeggen, ja, je mocht je alleen maar naar de winkel begeven en naar je familie. Dan stopt het er ook mee. Niet dat Psycho TV dan stopt. Nee. Dan stopt het ermee dat, dat ik iets leuks dan kan gaan doen. Want ik wil ook geen boete aan mijn benen hebben. Dat wil ik totaal niet. Alleen wel jammer dat het, als we in een lockdown periode gaan komen, dan heb ik nog verder schrik voor ene persoon. Dat is Castiop. Ja, sorry als ik daar ook terug op terugkom. Maar dan gaat het nog moeilijker zijn om Castiop te vinden als je niet op straat mag begeven. Dan moeten we echt een oproep doen naar elke burger. Omdat die dan bijvoorbeeld hier is een klein bosje. Ik ga daar ook eens even aan wandelen. En dan zo terug naar mijn blog toe. Dat mag. Dus als je bijvoorbeeld in een klein bosje of bij een kanaal woont of zo. Ga daar eens even wandelen. Misschien zit je wel iets verdachts. En bel het dan even door naar de politie op de nummer 0800 30 300. En zo vinden we wel Castiop terug. Hopelijk zo levend als wel. Want ik heb er nog altijd goede hoop in dat het altijd een goede afloop is.
dat er echt een goede afloop is naar Kastiop toe. Want ik weet het, kom aan. Kastiop, jij zit een sterke kerel. Je kunt het. En echt waar, waar zijt je ook? Laat ook iets van u weten. Want uw familie en vrienden en fans. En heel de media, Heisa, is ongerust. Dus, als ook iemand anders er informatie weet over Kastiop, dan mag hij dat ook altijd hier in de comments zetten, hè. Dat mag. Dus, nu genoeg over Kastiop, punt uit. Dat is de laatste keer dat ik... Nee. Ik blijf daar op ameren, Kastiop. Elke vlog nog altijd. Zelfs als het op de 1000ste vlog is, Kastiop. Op de 1100ste vlog, elke dag opnieuw, ga ik Kastiop even erboven halen. Kijk, dus even in het daglicht zetten, terug opnieuw. Aan het einde van mijn vlog, wel telkens keer. Om hem niet te vergeten dat hem nog altijd vermist is. Dus, zolang dat hem vermist is, blijf ik erop hameren om een hele mooie zoektocht te organiseren naar hem toe. En hopelijk vinden we hem levend en wel terug. Bij deze ga ik ook levend en wel terug nu richting mijn appartementje toe gaan. Want ik heb zelfs mijn schatje nog niet verwittigd dat ik veilig en wel ben aangekomen op mijn appartement. Oei. Dus bij deze, ik zie jullie allemaal... Ik kan hem al niet in elke vlog steken, maar ik in de vorige vlog ook heb gestoken van... Vermist. Kast die op. Ja, dan heel die tekst. Nee, dat ga ik niet in elke vlog doen. Misschien wel om de 10 dagen is. Bijvoorbeeld de 1e november. Dan de 10e november. De 20e november. De 30e november. Dan weer al 10 december. 20 december. 30 december. Elke keer die 10. Dus elke keer 10, 10, 10. Erbij tellen. Dus de 10e. Of al kan ik dat ook nog op het 1e doen. Oh, nee, dat gaat niet. En dan heb ik het al op de 30e gedaan. Nee, dus ik ga het zo doen. Dus op de 10e, de 20e en de 30e van de maand ga ik je dan opnieuw een bericht krijgen over Kastiop van Vermist en heel die tekst opnieuw. Wat ik eens heb gelezen in de vorige vlog. Dat ga ik dan terug erboven halen. En dan voor even te laten herinneren dat hem dan nog vermist is. Dat ze niet moeten stoppen met zoeken. En wel, tot morgen allemaal. Joe. En nu doe ik mijn riem uit, mijn deur open, licht uit. Mijn sleutels nog zoeken. Sleutels gevonden. Mijn tabletje meenemen. Voilà. Enfin, ik pak jullie nog even mee tot boven. Dat is ook eens leuk. Dan stop ik hier nog niet met vloggen. Want zie, het is nog zalig buiten. Het regent niet meer. Het waait niet meer zo fel. Ik kan wel stiller zijn. Oh, ik moet morgen ook nog... Oh. Ja, morgen gaat ook mijn haar er vanaf. Oei. Oh. Voilà. Ik ben nu al aangekomen aan mijn voordeur. Ik ben nog niet de juiste sleutel nemen. En met één hand gaat dat moeilijk. Maar, moeilijk gaat ook. Ik dacht dat ik iets zag. Maar het zal wel een schaduw of zoiets geweest zijn. Heel raar. En ja mensen, ik geloof in geesten. Echt waar. Ik geloof daarin. Nee. Hup, zet er hier. Nu richting mijn verdieping gaan. Dan weer al de juiste sleutel nemen. Ka-ching.
En ja mensen, ik ben moe. Dan weer allemaal even stil zijn. Om te gaan. Deur knopen. Voilà. En hier ben ik weer thuis. Joepie. Op Saturday. Ik heb de vlog nu ook al gewoon al in elkaar steken. En dan ga ik slapen. En dan de preview, die hou ik voor morgen vroeg. Ik heb die altijd, ik kan die altijd op een plus minus uurtje spammen. Dat is altijd dan rond 7 uur. Als ik die in de upload gooi, dan kan ik de, alle gegevens aan jullie doorgeven via die Psycho Superfan chat. Dus dat, hoe kun je superfan worden? Dan kun je alleen maar op één manier, dat is een donatie doen van plus minus 15 euro. En dan kun je eenmalig, en dan kom je ook zo terecht bij de superfan Psycho. Plus uw naam dan, of als je het anoniem doet, dan staat er ook wel anoniem, heeft dan zoveel euro gedoneerd. Kun dan ook uw naam ook integraal op mijn website staan. Elke euro is bij mij welkom. Die steek ik niet integraal in mijn eigen zakken, maar wel integraal in Psycho TV. Denk er maar aan. Ik zie jullie allemaal nu morgen terug, of anders wordt deze vlog echt nog een hele lange vlog. En dat wil ik niet. Of dat willen de kijkers wel, eigenlijk. Jawel, de kijkers willen dat wel, hè, Psycho. Ja, en kijk eens mensen. Ja, hier hangt hem ook op. Om mijn verdieping. Ja, dan heb ik ook nog redelijk wat post hier binnengekregen. Van voedselhulp, van... oh my god. Oh ja, dat is ook weer al binnenkort. 11 november. Dan heb ik hier nog een krantje gekregen, de visie. Dat is van mijn vakbond, denk ik, de visie. Dan moet ik ook nog naar de post. Jee. Wat ik wel heel raar vind, ik woon hier in Alken en mijn pakketje komt morgen aan in Hasselt. What the fuck? Heel raar, is deze postkantoor hier dan in Alken gesloten? Ik weet het niet. Dan, wat zag ik dan nog in mijn brievenbus? Hier, van gemeente Alken, de magazine. Ja, die kunnen jullie dus... Ja, jullie kunnen dat dus weer niet zien, hè, die magazine. En waarom niet? Ja, jullie wonen niet in de gemeente Alken. Dan ga ik het jullie even... zo mee laten tonen terwijl dat mijn computer aan het opstarten is. Maar ondertussen tijd ga ik ook nog gauw mijn jas uit doen. Ja, dat ga ik zeker doen. Voilà, mijn jas uit doen. En ook sowieso mijn mondmasker, hè, nu. Voilà. Dan ga ik jullie de magazine laten zien, is van Alken. Want ik zie dat daar sowieso geen copyright op staat. Dus dan ga ik de camera even draaien. Ja, het is toch nog een redelijke lange vlog aan het worden. Dus geniet maar van de magazine van Alken. Hier heb je dus de magazine van Alken. Dus jullie kunnen dat gewoon perfect op pauze zetten en dan zo verder lezen. Wat wil je lezen? Eens even kijken als er iets echt interessants tussen staat. Momenteel niet echt.
Oei, wat staat hier? November seniorenmaand. Dat is die van de 50-plussers, dat is niks voor mij. Lion dansen. Vrijdag 6 november, lion dansen. Dat mag toch allemaal niet doorgaan door corona? Dus, maar ja, hier staat het ook wel bij dat het onder voorbehoud is. Ziet inschrijvingen voor alle activiteiten is verplicht en onder voorbehoud. Dus het kan ook gecanceld worden. Oh, jammer. Ja, we zitten hier al op de volgende pagina. Weer wat mooie foto's. Zie je dus? Oh, hier zijn kinderen. Geen inkomen. Kleine prijzen, veel plezier, iedereen kan meedoen. 7 en 21 december. Maar waar? Staat er niet bij. Nee, staat er niet bij. Ah, hier staat het. Dienstencentrum de Kouter. Daar zal het wel dan doorgaan. Oké, dan gaan we naar de volgende pagina. Wacht, hè. Activiteiten. Daar zaten redelijk wat activiteiten hier op het programma. Amai. Is toch redelijk wat. Dan nog daar het kerk en al. Oei. Regen, wat heb jij nu gedaan met mijn magazine, man? Ik heb het aan elkaar laten plakken. Dit is niks speciaals. Ah, oh ja. Dus denk daaraan ook. De burgers van Alleke. De politiekantoor is gesloten van 20 oktober tot en met 1 november. Dus is het gesloten. Ook sowieso gelijk zondag 1 november Allerheilige is de bibliotheek gesloten, zie ik. Maandag 2 november de Allerzielen zijn alle gemeentelijke en OCW-diensten gesloten. Woensdag 11 november is het wapenstilstand, zijn alle gemeentelijke en OCW-diensten gesloten. Van 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 is het dienstencentrum De Kouter gesloten. Donderdag 24 december vanaf 12 uur zijn het gemeentehuis en de technische dienst en OCMW gesloten. Donderdag 24 december vanaf om 5 uur 's avonds is de kinderopvang het Molentje en de kinderdagverblijf De Speelvogel gesloten. Donderdag 24 december is de bibliotheek gesloten. Vrijdag 25 december is het kerstmis. Zijn alle gemeentelijke en OCW-diensten, de bibliotheken, het politiewijkteam, het recyclagepark en de gemeentelijke culturencentra gesloten. Van vrijdag 25 december tot en met vrijdag 1 januari 2021 zijn de kinderopvang, het molletje en de kinderdagverblijf, de speelvoer gesloten. Zaterdag 26 december is de bibliotheek gesloten. Donderdag 31 december vanaf 12 uur zijn alle gemeentelijke en OCW-diensten gesloten. Vrijdag 1 januari 2020, nieuwjaar, zijn alle gemeentelijke en OCMW-diensten, de bibliotheek en de politiewijkteam gesloten. Zaterdag 2 januari is de bibliotheek gesloten. Voilà, dan heb ik ergens heel die lijst hier eens even afgelezen. Is er dan nog iets? Nee, dan zitten we... Jawel, er is nog één pagina. Oh, hier zijn foto's. Oh, lalala. Ja, mensen, jullie komen ook in mijn vlog. Shout-out aan jullie toe.
met jullie medailles. Voilà, bij deze. Ah, hier zijn er nog. Amai. Wat heeft die gewonnen? Europees kampioen gouden medaille in Nancy. Belgisch kampioen gouden medaille in Nevel. Belgisch kampioen zilver medaille in Sint-Kathijnen en Parijs. Belgisch kampioen eerste plaats in Charly. Geclasseerd naar pre-professional. Belgisch kampioen gouden medaille Younes Talent Por Damien. Oké, wat dat wilt inhouden, dat weet ik niet. En ja, er is altijd zoveel sprake van de vrouwenploeg. Hier is de vrouwenploeg van Alken. Ik ga dat proberen dat er geen schaduw op staat. Zo eens even houden. Voilà. Dat is de vrouwenploeg. Krijg het niet gefocust. Niet aan focussen, ja. Dus ik zal het dus even dus opnoemen. Sigrid Bertels, Lien Puntings, Lisbeth de Raven, Sien Gaans, Fien Geesenberg, Kaat Herbouts, Louise Maris, Phoebe Moons, Indy Nielsen, Eline Niesen, Laura Op de Beek, Fien Speelmans, Justine van den Broek, van den Berg, bedoel ik, sorry. Arina van der Messen, Silken van Vinkenrooy, Eline Zoons, Limburgs kampioen in de eerste provinciaal, nu actief in de tweede nationaal. Goed bezig. Dat zijn rennies. Dat is hier, wacht hè. Voor pingpong. Marleen van Holst. Ah nee, ik dacht dat ik iemand anders er in mijn gedachten had. Mooi gedaan. Zo, nu is het toch wel een redelijke lange vlog geworden, hè mensen? Ja. Ik ga deze vlog nu nog gauw in elkaar steken en dan ga ik richting mijn bedje toe. Dus ik heb mijn outro al gedaan, maar ik ga het toch nog een keer doen. Vergeet geen blauw duimpje op de blauwe duimpje te klikken. Vergeet niet op het abonneerbutton te klikken als je nog niet geabonneerd bent. Het is integraal, volledig gratis. Een account aanmaken op Google is ook volledig gratis of op YouTube. En dan kun je abonneren op mijn kanaal. Dan heb je ook nog een belletje. Dan blijven jullie nog iets verder op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog online gaat komen. En ik merk nu ook net iets. Die zit nog in mijn mallet. En het is goed aan het regenen buiten. Dan ga ik het anders er moeten doen voor mijn vlog in elkaar te steken. Want ik heb die kabel nodig. Ik heb nog een andere kabel. Maar die doet soms wel moeilijk. Maar ja. Oftewel nat worden. En ziek worden. Dat wil ik niet. Nee, ik ga het niet riskeren. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao.